16 maart 2022 zijn ze er weer, de gemeenteraadsverkiezingen. Waar staan de Edese politieke partijen voor? Wat vinden zij? Welke standpunten hebben ze? Welke meningen en welke visies? 12 dilemma's, 5 thema's. Deze week in het dilemma Gerrit Vlier, SGP Ede. Ik ben Gerrit Vlier, fractievoorzitter van de SGP sinds 2021 en lijsttrekker voor de komende verkiezingen. De raadsperiode 2018-2022 is er een van de grote verschillen tussen oppositie en coalitie. Oneens. Op zich zijn er wel eens een keer wat verschillen geweest, maar om dat de hele periode zo te betitelen, daar ben ik het niet mee eens. Het doel om bij besluiten de belangen van alle Edenaren tegen elkaar af te wegen met een rol voor dorpsraden, wijkorganisaties en andere belangenbehartigers is niet bereikt. Eens. Dat kan meer als wij toch horen, of ook van dorpsraden, dat ze wel betrokken zijn of wel graag betrokken willen zijn, maar niet betrokken zijn. Dan zit daar nog wat huiswerk voor ons als raad. In 2018 stond de coalitie open voor vormen van democratische vernieuwing, maar daar bleef het bij. Eens. Het gaat denk ik ook nog zoals het toen ook ging en heel veel vernieuwing heb ik nog niet gezien. Sport krijgt onvoldoende aandacht van het college en de raad. Oneens. Wat ons betreft krijgt sport voldoende aandacht. Kunst en cultuur verdient meer aandacht, zeker na de uitbraak van corona. Oneens. Ondanks dat die sector het ontzettend moeilijk heeft in coronatijd, denk ik dat daar voldoende aandacht naartoe gaat. De vraag is groot, maar er wordt te weinig gebouwd. Eens. Er wordt te weinig gebouwd. Het is alleen wel even de vraag of we meer hebben kunnen bouwen. Maar er moet meer gebouwd worden. De bezuinigingen binnen het sociaal domein zijn goed geweest. Daar hebben we goed aan gedaan. Bezuinigingen zijn goed geweest. Ondanks het rapport van de Rekenkamercommissie zitten daar best wat aandachtspunten nog. Maar ik denk dat we op de goede weg zijn. De duurzaamheidsdoelstellingen die in 2018 zijn geformuleerd, zijn in deze raadsperiode behaald. Oneens. Er is nog een flinke opgave. Als we kijken naar de oppervlaktes die niet gehaald zijn, windmolens die er nog niet staan, dan kan ik niet zeggen dat dat de coalitie daar een vink achter kan zetten. Het is nu prettig wonen en leven in de gemeente Ede. En dat geldt ook voor de toekomst. Ik ben van mening daar ben ik het helemaal mee eens. Het is fijn wonen in Ede. We hebben een hele mooie natuur. En we hebben een mooie Ede-stad. En ook hele mooie buitendorpen waar we trots op kunnen zijn. Op het gebied van verkeer en mobiliteit is er nog veel te doen en te weinig gedaan. Er is nog veel te doen. Ik durf niet te zeggen dat er te weinig gedaan is. Maar er is nog wellicht een enorme opgave nog om dat te doen. Ja. De keuze voor een duidelijke profilering van Ede op het gebied van voet, Veluwe en herinneringstoerisme was een goede keuze. Eens. Dat is toch een stukje eigenheid van Ede. En ik vind het mooi als een airborne evenement en alles wat daaromheen zit toegankelijk is eigenlijk voor iedere inwoner van Ede. Dan is dat in ieder geval een goede keus geweest. Het bleef bij een belofte. Wij werken aan een Ede waarin iedereen betrokken is en naar vermogen meedoet. Waar iedereen zich veilig, vrij en thuis voelt. Iedereen hoort erbij in Ede. Eens, iedereen hoort erbij in Ede. Dat is absoluut. Maar om als raad en als college 120.000 inwoners te betrekken bij je beleid en uitvoering, dat is bijna een onmogelijke opgave. Maar de intenties zijn op dat punt goed. Zorg. Zorg, we hebben flinke uitdagingen gehad. Als we kijken even de jeugdzorg, welke opgave daar lag en of het nog steeds ligt, dan zien we dat daar enorm veel op ons afgekomen is. Ook dat het 1/3 van onze begroting uitmaakt uiteindelijk, dat zegt al genoeg. Over de omvang van de impact van de zorg binnen onze gemeente. Dan lagen daar enorme opgaven. We zien dat er ombuigingsvoorstellen geweest zijn die resultaat hebben gehad, waarvan niet altijd het resultaat meetbaar geweest is. Maar het is uiteindelijk denk ik dat daar goede stappen gezet zijn richting een volgende periode. En de bezuinigingen die zijn ingeboekt, dat die ook grotendeels gerealiseerd zijn. Maar als ik u zo beluister, is er nog best wel te doen op dit gebied. Ja, dat klopt. Uiteindelijk is dat ook, je ziet het, jeugdzorg, met name ook jeugdzorg, dat blijft een enorme opgave. Maar hoe krijg je daar, wij zien het ook dat daar eigenlijk
ingezet wordt van dat wordt heel groot. Het maakt niet uit hoe het gaat. Zorg is voor jeugden gewoon eigenlijk onbeperkt toegankelijk. En op dat punt denk ik dat daar nog een stap gezet zou kunnen worden. Want waarom bijvoorbeeld een financiële ouderbijdrage? Er wordt niet getoetst bij het toekennen van de zorg of de ouder zelf in staat zou kunnen zijn om die zorg zelf te betalen. En dat hebben we zelf meegemaakt met onze oudste zoon. En nu ook dat, die willen wij ook wat jeugdzorg laten krijgen. En dan is de vraag ook van, joh, wil je dat bij de gemeente declareren, ja of nee? Ik zeg, nou, dat hoeft niet, ik kan het zelf betalen. Maar die vraag, als je dat, zo'n vraag aan een gemiddelde burger stelt, die zal zeggen, prima, als de overheid betaalt, hoef ik het niet te betalen. Nou, dat zijn dingen waarvan ik zeg, en dat zijn meer, ik heb in de raad ook wat voorbeeld aangehaald, van met kinderopvang of met buitenschoolse opvang, met de kinderopvang die ze in Wekerom hebben. Onze twee kinderen, die twee jongste kinderen, die konden daar ook naartoe, naar de kinderopvang. En dat was omdat de thuissituatie wat beroerd was. Willeke, mijn vrouw, die zat zelf niet lekker in de vel. En dan krijg je gewoon extra dagen opvang krijg je. En daar wordt niet gevraagd wie betaalt dat. Dat wordt gewoon geregeld. Er is een belletje voor naar jeugdzorg. En dat wordt geregeld. Begrijp ik het dan ook goed dat de SGP pleit voor meer maatwerk, meer regie. Maar ook meer kijken naar draagkracht? Ja, wat mij betreft wel. Kijk, want het is niet zo dat jeugdzorg is niet gratis. Dat is ook, het kost de gemeenschap kost dat geld. En dat is ook dat ik denk van dat besef, dat mag bij de mensen ook wat tussen de oren komen. Dat niet dingen die je krijgt, dat normaal, dat vanzelfsprekend is. Wij zijn er in ieder geval wel van mening dat het de jeugdzorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. Wat wilt u over 4 jaar bereikt hebben op het gebied van zorg? In ieder geval een houdbare begroting, hè, dat we kunnen plannen, dat we kunnen begroten op het gebied van zorg. Hè, dat we niet in onze begroting gierend uit de bocht gaat qua financiën. Duurzaamheid. Er zitten hele mooie dingen die we gerealiseerd hebben. Als ik zie zonnepanelen op het dak, op bedrijfspanden, op huizen, meer behaald dan dat er geprognosticeerd was. Dus dat is positief. Zon op land, dat is helaas voor de coalitie niet gelukt voor ons. Wij zijn er blij mee. Er zijn wel 2 zonnevelden in voorbereiding. Waarvan de vraag is hoe dat gaat lopen en hoe lang dat gaat lopen. Maar 50 hectare zonneveld, daar kunnen we een kruis doorheen zetten. Dat is niet gerealiseerd. We zien ook niet dat er 2 windmolens gerealiseerd zijn en 2 in voorbereiding. We zijn daar ook een beetje ingehaald door de werkelijkheid, zoals we dat begrepen hebben. Dat het net het toch niet aan kan om zoveel opgewekte energie te kunnen transporteren. Heeft u niet wel eens gedacht van nou, het college, de coalitie wil zoveel, maar dat is niet mogelijk. Wij moeten ze erop wijzen? Wij hebben gevraagd wat mogelijk zou zijn en daarop ingezet. Uiteindelijk hebben wij ook in de afgelopen raadsperiode aangegeven van wij hebben 50 hectare restgronden. Een lijst is daarvoor aangeleverd aan de destijds wethouder Hoefsloot. Dat waren wat ons betreft locaties die zeker de moeite waard waren om te onderzoeken. Je ziet toch dat daar kleinere stukken bij zitten en die lastig te ontwikkelen zijn. Omdat qua wet en regelgeving hetzelfde geldt voor 10 hectare als voor 2 hectare. Nou, en qua kosten zie je dat je dan gierend uit de bocht loopt. Nou, dat zijn dingen die we zeggen van nou, dat is jammer dat gebeurt. Wat wilt u over 4 jaar bereikt hebben? Wat wij in het programma Duurzaamheid bereikt zou willen hebben is dat we de komende periode, ook gegeven de beperkte netcapaciteit, dat ingezet gaat worden op energiebesparing. De verduurzaming van de bestaande woningbouw laten we daarop inzetten de komende periode. Dat is een enorme uitdaging, maar als wij 40 of 50%, dat is ambitieus, 40 of 50% van de bestaande woningbouw zouden kunnen verduurzamen of stappen zouden kunnen zetten om dat te verduurzamen, dan zou dat onze lief ding waard zijn. En daar hebben we middelen voor nodig, daar hebben we mensen voor nodig. Dus er zullen meer energiecoaches moeten komen die mensen helpen met het maken van keuzes op het gebied van verduurzaming van hun woning. Hoe wil u het gaan betalen? Duurzaamheid, daar is budget voor.
Dus zonnepanelen, dat hoeft ook niet. Hoe wil ik dat betalen? Ik hoop dat het woningabonnement nog een keer vlot getrokken gaat worden. Het woningabonnement houdt in dat er vanuit de energiebesparing die je realiseert op de rekening, dus het feit dat je zonnepanelen op je dak doet, dat levert geld op. En vanuit die besparing die dat oplevert, daar zou je de zonnepanelen voor moeten betalen. Daar zou je ze een abonnement voor kunnen geven die ze afsluiten voor 10 jaar. En binnen 10 jaar, het bedrag is 100 euro besparing, dat zet je in als afbetaling voor je zonnepanelen. Geldt het alleen voor kopers van huizen? Dat geldt voor iedere woningbezitter. Geldt dat, en dat zijn eigenaren van woningen. Maar dat zou wat mij betreft ook kunnen gelden voor... Dat is weer wat lastiger te regelen om dat voor huurders. Want dan moet je de verhuurder daar ook in meekrijgen. En gelukkig zien we bij woonsteden daar een positieve reactie op. Dat ze dat op die manier ook in willen zetten. Wonen. Als we zien welke enorme opgave we hebben. Als we zien in de komende periode dat er 15.000 woningen gerealiseerd moeten worden. Terwijl we als gemeenteraad denk ik allemaal de meeste hebben wat linksere handen. Want we gaan ze zelf niet bouwen, dus die moet op een of andere manier gebouwd worden. Dan denk ik van hoe gaan we dat realiseren? Dat is best even, dat is een uitdaging. Ligt er ook een duidelijke opgave voor de komende 4 jaar? Daar ligt nog geen concrete opgave. Ja, er ligt een opgave dat we zeggen we willen tenminste 750 woningen per jaar opleveren. Die opgave die ligt er. Is dat een goede opgave? Willen we uiteindelijk de eigenheid van het dorp bewaken, dan moet er gebouwd worden voor eigen inwoners. Dus dat er een opgave ligt, dat vinden wij goed. Wij willen daarin wel voorrang geven aan de eigen inwoners. En we willen eigenlijk ook geen ongebreidelde woningbouw waarbij we voldoen aan de vraag vanuit de Randstad en de vraag vanuit Ede. Dus u wil eigenlijk in de dorpen de eigen inwoners voorrang geven. Hoe gaat u dat bewerkstelligen? Juridisch schijnt dat lastig afdwingbaar te zijn. Maar we kunnen als raad, we kunnen als gemeente, kunnen we wel projectontwikkelaars voorrang geven die gedurende een x aantal weken eigen inwoners voorrang geven bij inschrijving. Dat is volgens mij, dat is juridisch niet af te hechten, maar dat kun je wel vragen. En daar kun je ook uiteindelijk met zo'n projectontwikkelaar in zee gaan. U liet net het woord uitdaging vallen. Wat zijn de uitdagingen voor de komende 4 jaar, vindt u? Nou, dat er voldoende woningen bijkomen. En dat je dat uiteindelijk, want als er niet voldoende woningen zijn, dan vergrijst een dorp of dan trekt jeugd weg. Dan staat zo'n dorp stil. Nou, dat komt de leefbaarheid niet ten goede. Dus wat dat betreft hoop ik dat er ook in de dorpen een stukje verjonging komt. En dat jeugd blijft, dat jeugd behouden blijft ook voor het dorp. En zodat dat de leefbaarheid ook vergroot. Vindt u dan ook dat de buitendorpen meer aandacht verdienen als de kern Ede op dit gebied? De buitendorpen die verdienen meer aandacht dan dat Ede gehad heeft. Uiteindelijk, er is heel veel, als ik kijk ook naar het centrum wat er naartoe gegaan is, dan denk ik van de buitendorpen, wat gebeurt daar? Daar gebeurt wel woningbouw, maar de leefbaarheid, dat mag in de buitendorpen, mag dat vergroot worden. Als ik kijk naar Otterlo, eigenlijk de ontvangst, de poort, ook wel een beetje de poort naar de Veluwe, als ontvangstlocatie voor toerisme, dan is dat wel heel beroerd dat je daar, dat daar bij wijze van spreken geen wandelpaden zijn. Dat je als voetganger langs de weg oploopt. Nou, dat is voor een ontvangstlocatie voor toerisme is dat niet te verkopen. Al met al, hoop uitdagingen nog voor de komende 4 jaar. En die gaat u graag aan? Die ga ik graag aan. En helemaal voor onze inwoners in de dorpen. Maar zeker niet minder voor onze inwoners hier in de Ede. Burgerparticipatie. Het lijkt soms wel of dat de smeerolie moet zijn in de besluitvorming. Dat er burgerparticipatie moet plaatsvinden, wil er een goed besluit genomen worden. Is het wel goed gegaan de afgelopen 4 jaar op dat gebied? De intenties zijn goed geweest, maar je ziet dat in de besluitvorming vertraging oplevert. En dat is jammer, want dat is eigenlijk niet hoeven. Wij zijn daar ook wel iets, wij vinden burgerparticipatie goed.
mits dat de besluitvorming ook ten goede komt en dat niet zorgt voor vertraging. We zijn uiteindelijk gekozen volksvertegenwoordiger en de besluiten die genomen zijn, moeten wij kunnen uitleggen aan onze burgers. Vooraf moet het duidelijk zijn wat de inbreng is van de burgers. Als ik kijk de Wekeromseweg en de Edeseweg, waarin die snelheidsbeperkende maatregelen zijn opgenomen. Daar is de dorpsraad in de Belangenvereniging Wekerom is daarbij betrokken geweest. Die hebben een inbreng gehad en die hebben ons teruggegeven van blijkbaar heeft het zin om 11:55 op de ketting te springen. Want dan krijg je meer voor elkaar dan dat je in een traject richting besluitvorming mederijdt. Nou, dat zijn dingen, dan denk ik van, dat is niet duidelijk gecommuniceerd en we moeten onze oren daar ook niet naar laten hangen. Naar een inwoner die dan bij wijze van spreken op het laatste moment nog op de ketting springt. Wilt u de komende 4 jaar wel openstaan voor de burger, maar dan met duidelijke richtlijnen? Wij gaan graag met de burgers in gesprek over besluitvorming en richting besluitvorming. En onze fractie staat er altijd open voor om de burger te woord te staan. Dus ze zijn van harte welkom en ik ben ervan overtuigd dat als je die uitvraag doet en het gaat over bepaalde besluitvorming, dat burgers graag bereid zijn om ons te woord te staan, om ons van informatie te voorzien, waardevolle informatie te voorzien, die belangrijk kan zijn in het meewegen van besluiten. Een vitaal buitengebied. Voor de SGP is dat zeker een belangrijk thema. Als ik zie wat er allemaal afkomt op onze agrariërs, onze boeren, de afgelopen periode en wat er nog gaat komen, dan heeft dat een grote impact op ons buitengebied. Daar zijn wel een aantal thema's die wij daarin van belang vinden. Ja. Ja. Wat vindt u van belang? Nou, dat we in ieder geval bevorderen, het innovatief ondernemerschap bevorderen van de agrariërs. We zien daar een enorme vernieuwingsslag. Een enorme innovatie zien we daar al plaatsvinden. Dat moet je stimuleren. Je hebt daar ook gewoon een bepaalde kritische massa voor nodig van het aantal agrariërs binnen onze regio Food Valley, ook binnen onze gemeente Ede, om die kennis, om die innovatie op peil te houden. En dat vinden wij belangrijk. Een ander thema is ook de lokaal en de korte keten die we hebben. Dus dat ze hun producten binnen de gemeente Ede kwijt kunnen. Stimuleer dat. Boerderijwinkels, de verkooppunten aan huis. Zorg dat ondernemers daarvoor kansen krijgen om dat op te zetten. Stimuleer ze daarbij. Neem dat op in de toeristenkaartjes, bij wijze van spreken, dat ze daar naartoe kunnen gaan. We gaan ook zien dat er ook stoppende agrariërs zijn. Zorg dat die mensen ook kunnen stoppen. Want als het nu zo is dat zo'n stoppende agrariër zijn bedrijf zou moeten verkopen en niet anders overhoudt, bij wijze van spreken, dan een klein middenwoninkje, dan doe je de boer ook geen recht. Dus er zal aandacht moeten zijn ook voor de stoppende boer. En als laatste punt hebben we gezegd van, we willen ook een betrokken burger. Dus ook zorgen dat de burger naar buiten gaat, toegankelijk, de richting de boer, open staat richting de boer, om te zien van, en de boer ook waardeert voor het werk wat hij doet. Ze zijn toch alle dag bezig om ons ook van het dagelijks eten te voorzien. Begrijp ik hieruit dat de afgelopen 4 jaar op dit gebied er gewoon te weinig gedaan is? Dat er te weinig gedaan is, maar je ziet, er komt enorm veel op die agrariërs af. Is daar te weinig gedaan? Dat wil ik niet zeggen, maar er is wel dat ik zeg van, als we kijken toch ook wat er gebeurt, hoe vaak de boeren naar Den Haag zijn gegaan om te protesteren in het kader van mestbeleid, dan denk ik dat daar, en in het kader van stikstof, de uitstoot die we hebben, dan denk ik van, de waardering, daar spreekt niet de waardering uit voor de boer die ze verdient. Want boeren die verdienen absoluut meer aandacht, denk ik dan. Die verdienen absoluut meer aandacht. Helaas is het wel zo dat ook niet alleen plaatselijke wetgeving is waar ze mee te maken hebben. Ze hebben met provinciale wetgeving te maken en met landelijke wetgeving. Zelfs Europese wetgeving hebben ze te maken. Nou, dat maakt het wel heel ingewikkeld. Als je nu voor een vergunning voor een nieuwbouw van een stal en langs het loket bij de gemeente moet en langs het loket bij de provincie moet, dan wordt het wel heel ingewikkeld. En daar kunnen we de boer volgens mij zeker bij helpen om dat meer toegankelijk te maken. Is veiligheid ook een aspect in het buitengebied? Veiligheid is absoluut een aspect in het buitengebied. We zien dat daar toch nog te vaak te hard gereden wordt. Dat er ook nog regelmatig ongevallen zijn onder jongeren met drank op. Ik heb daar zelf ook nog een column over geschreven in Het Verhaal.
Waarbij ik ook werkgevers oproep om dit bespreekbaar te maken bij de vrijdagmiddagborrel. Want durf jij je personeel met 4-5 biertjes, als hij die op heeft, gewoon in de auto te laten stappen? Of breng je hem dan zelf thuis? En op dat punt wil ik eigenlijk ook als SGP dat we daar nog een punt gaan maken door... Zo is dat ook in andere gemeentes, dat je bijvoorbeeld een cursus kunt volgen, op kosten van een cursus kunt volgen, rijden met alcohol op, wat daar de gevolgen van zijn. En als je die volgt, dat je dan misschien je rijbewijs dan gratis gaat krijgen. Dat is voor jonge bestuurders, maar dan weten ze wat de gevolgen zijn als je met te veel op achter het stuur stapt. Kortom, het buitengebied moet vitaler en moet beter. Ja, wat ons betreft kan daar nog een hele mooie slag gemaakt worden. Dan willen we daar ons hart voor maken en dat we in ieder geval dat de boer de steun ervaart die ze verdient. Dus 16 maart neem ik aan, iedereen die voor een vitaal buitengebied wil stemmen, moet bij u zijn? Die zijn bij ons aan het goede adres. En dat het verschil zal gemaakt worden in het stemhokje. En dat zien we met vertrouwen tegemoet.